Nijmegen stelt zelf een algeheel verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk in als dat dit jaar niet landelijk gebeurt. En dit gaat dan al in vanaf komend jaarwisseling. Dat is het resultaat van een aangenomen motie van GroenLinks, Partij voor de Dieren, D66 en PvdA. De motie die roept ook op om de verkoop van consumentenvuurwerk in Nijmegen waar mogelijk te beperken. Burgemeester Bruls licht het besluit toe. We zijn niet de eerste, er zijn meer gemeenten hebben besloten. En het, het past natuurlijk wel in de verschuiving, die heb ik zelf ook kunnen zien de afgelopen jaren. Waarin eh, draagvlak voor een vuurwerk echt wel aan het afnemen is. En ik snap dat er heel veel Nijmegenaren nu teleurgesteld zijn. Die willen het toch graag uh, uh, doen. Maar uh, de lende die het veroorzaakt, uh, ook in onze eigen stad... Uh, Um, vind ik het een heel begrijpelijk besluit. Ja, we hebben eigenlijk jaren gezegd we wachten op een landelijk verbod, maar dat gaat maar schoorvoetend ja. of maar half. En ik voeg daaraan toe uh, wat voor mij een belangrijke reden is waarom ik het wel kan steunen. Het maakt voor een hulpverlener, voor een handhaver, niet uit ja. of het een siervuurwerk is of een knalvuurwerk. Soms kan een sierpeil uh, veel gevaarlijker ja. uh, zijn dan een klein rotje in.